Dit is de nieuwe MIDI MPV van Toyota, de Verso S. Die gaat het in een felbevochten klasse opnemen tegen auto's als de Kia Venga, de Citroën C3 Picasso en de Opel Mariva. Geen gemakkelijke opgave. Gaat hij het redden? We zijn hier op het test- en trainingscentrum van de ANWB in Lelystad. Met de Verso S van Toyota. Hier gaan we kijken hoe deze auto zich gedraagt onder extreme omstandigheden. Die slalom viel niet echt tegen. Ondanks de hoge koets helt hij niet erg over. Hij houdt keurig al zijn wieltjes aan de grond. En de besturing is lekker direct en lekker vlot. Nu eens even kijken wat de auto doet als je onverhoopt in een achterwielslip terechtkomt. Een voorwiel aangedreven auto zoals deze Toyota zal in een te snel genomen bocht rechtuit willen. Dat noemen we onderstuur. Maar als je dan in die situatie het gas te snel loslaat of per ongeluk toch te hard op de rem trapt, dan kan er overstuur ontstaan. Dan wil die achterkant weg. Dat hebben we met deze proef gezien, wat er dan gebeurt. Maar eerlijk is eerlijk, hij is dan heel makkelijk te herstellen. Stel het heeft geregend en je komt op een verkeersplein afrijden en je ziet het een beetje te laat. Dan kan het zijn dat de auto over zijn voorwielen wegglijdt. Maar als je bij deze auto het gas rustig loslaat, dan pakt hij weer heel snel zijn spoor. Heel voorspelbaar deze Toyota. Deze Toyota is nog net geen 4 meter lang. Een compacte auto dus van buiten. Maar van binnen is die enorm ruim. Zelfs met deze voorste stoel in de achterste stand heb ik nog meer dan voldoende ruimte voor mijn benen en mijn voeten. Ook de hoofdruimte is meer dan voldoende. Ruim voor de inzittenden. Maar er is ook nog steeds voldoende plek voor een paar flinke koffers. De bagageruimte van deze Dynamic uitvoering bedraagt 429 liter. Maar je kan hem nog behoorlijk vergroten door de achterbank in twee ongelijke delen weg te klappen. En verder kun je ook nog de bodemplaat laten zakken, zodat er nog meer ruimte ontstaat. En zodat je ook wat hoge planten uit het tuincentrum kunt meenemen. Het enige wat dan wel erg tegenvalt is het formaat van het dashboardkastje. Het dashboard van de Toyota Verso S straalt kwaliteit uit. Daarmee bedoel ik dat er mooie materialen zijn gebruikt. De meters zijn prima afleesbaar. Op het scherm in de middenconsole kun je allerlei gegevens oproepen over je verbruik. Ook kun je zien wat er achter je gebeurt als je hem eens achteruit zet. Toyota levert deze Verso S uitsluitend met een 1,3 liter benzinemotor. Die is goed voor 73 kW, dat is bijna 100 pk en dat is meer dan voldoende om lekker uit de voeten te komen met deze auto. De motor is gekoppeld aan een 6 versnellingsbak, die schakelt heerlijk. De poot ligt bijzonder goed binnen handbereik. Alles is er in deze Toyota op gericht om vooral zuinig te kunnen rijden. De versnellingsbak is vrij hoog gegierd, bij 100 km per uur draait hij nog geen 3000 toeren per minuut. Bovendien zit er een uitstekend start-stopsysteem op. Bij een verkeerslicht zal de motor automatisch afslaan. Koppeling intrappen, versnelling inschakelen en hij start weer. Deze Dynamic versie kost rond de 20.000 euro. Daar krijg je een zeer compleet uitgeruste auto voor. De goedkoopste uitvoering, de Comfort, kost 15.990 euro. Wil je een diesel? Dan moet je uitwijken naar de Subaru Trecia. Dit model is in grote lijnen hetzelfde als de Verso S. Geen wonder, want beide merken hebben innig samengewerkt bij het ontwerpen van deze modellen. De Toyota Verso S laat een prima eerste indruk achter. Hij is bijzonder ruim van binnen, heeft veel flexibele mogelijkheden en rijdt nog heerlijk ook. Wat wil je nog meer? Hollandse kan bijna niet.